Voorzitter, vandaag debatteren we over meer dan 20 jaar falend landbouwbeleid. En tegen alle boeren die kijken en die denken, maar ik heb zo met al mijn ziel en zaligheid mijn bedrijf geleid en mijn best gedaan en me aan de regels gehouden, zeg ik, dit is niet jullie schuld. Het is niet jouw schuld als boer. Je hebt gedaan wat de politiek je jarenlang heeft opgelegd. Dat zijn fouten geweest, van de politiek collega Ouwehand heeft er al op gewezen. Jullie zijn voor de gek gehouden. Jarenlang, door te doen alsof schaalvergroting kan. Alsof met technologische oplossingen we de problemen rondom stikstof de baas zouden kunnen. En dat kan niet. En ik ben blij met de kentering die ik nu eindelijk zie. En ik ben blij dan ook met de brief die de minister ons heeft gestuurd. Het gaat in dit debat, als we niet oppassen, wordt het al snel heel klein. Het gaat over modellen. Het gaat over kaartjes. Gaat we doen hier alsof we precies kunnen invullen hoe het allemaal zit. En dat kan niet. De brief is heel helder. We hebben het niet alleen over stikstof. We hebben een klimaatopgave en we hebben een wateropgave. Als we nu denken dat stikstof laten we wel zitten, we komen er nog wel uit met Europa, voor een ieder die dat beweert, de kaderrichtlijn water, over 5 jaar zijn we het haasje. En komt Europa nog een keer kijken. Dus we hebben 3 belangrijke doelstellingen te halen en dat is waar deze brief op ziet. En dat perspectief moeten we niet verliezen. En de politiek werkt altijd met modellen. Zo maken we beleid. Als u met mij een discussie wil voeren, wat ik ontzettend leuk zou vinden, over de koopkrachtmodellen, dan kan ik u precies vertellen waarom ze niet kloppen en waarom ze niet deugen. En toch gebruiken we ze. Omdat een model een versimpelde weergave van de werkelijkheid is en die helpt je om grip te krijgen op complexiteit. Dat is wat die modellen doen, ook van het RIVM. En ik heb alle kritieken daarop zitten lezen. En de meeste kritiek komt van het RIVM zelf. Ze zijn volstrekt transparant over waar de belemmeringen zitten. Waarvoor je het absoluut niet moet gebruiken. En de enige die die modellen gebruiken zijn de mensen in deze Kamer die zeggen ze zijn 100% waar. En zijn de mensen die zeggen er klopt helemaal niks van. Het moet allemaal beter. Het zijn vertragingstechnieken. 2 kanten op. Wij moeten hier het debat op hoofdlijnen voeren. En eerlijk zijn naar boeren. De eerlijkheid is namelijk dat we niet door kunnen op de weg waar we nu zitten. De veestapel in Nederland zal kleiner moeten worden. Of je dat nou leuk vindt of niet. En als hier politici zijn die zeggen, er zijn wel heel veel natuurgebieden in Nederland voor zo'n klein land. Nou, die natuurgebieden is echt het laatste probleem wat we hebben. Er zijn te veel landbouwdieren in Nederland. En de vergelijkingen die er worden gemaakt met andere landen, Frankrijk, Duitsland, die landen zijn behoorlijk veel groter. Dus per vierkante kilometer zijn er minder auto's, minder landbouwdieren. Dat is de reden waarom er die grote verschillen er zijn. En de commissie Remkes was helder. We moeten keuzes maken. Niet alles kan in dit land. Je kan niet en datacenters hebben en een hubfunctie voor een vliegveld en distributiecentra en een grote landbouwsector. En die keuzes die worden nu eindelijk gemaakt en daarvoor mijn grote complimenten. En hou vol. Hou de rug recht. En tegen de coalitiepartijen wil ik zeggen, omdat ik zag vooraf al, las ik wat van jullie inzet, dat het kaartje anders zou moeten. Niet doen. Niet doen. Die kaart is niet de waarheid. Het is een startpunt. Ik weet niet in hoeveel talen de minister dat nou nog moet zeggen, maar het is een startpunt. Dus als we andere kleuren op het kaartje gaan zetten, of er worden net andere cijfers weggezet of percentages, daarmee maken we die kaart te belangrijk. Jullie doen het zelf. De eerlijkheid is dat we nu zeggen, dit is die kaart. Hier moeten provincies mee aan de slag. Dat gaat waarschijnlijk nog anders uitpakken dan hoe het er nu uitziet. Maar je hebt een startpunt nodig. En ik zal me er dan ook echt tegen verzetten als de minister toezeggingen vandaag wil doen om die kaart eventueel nog aan te passen. En dat is niet omdat ik vind dat die kaart in beton gegoten is, maar omdat het een verkeerd beeld geeft. Omdat het het juist te belangrijk maakt. Doe het niet. Wees eerlijk. Voorzitter, wat ik de minister voor stikstof graag duidelijk wil maken. Met ons valt te praten over steun aan dit beleid. En als ik zo in de Kamer rondkijk, is dat hard nodig. Want die meerderheid die is er nog niet. Maar met ons valt hierover te praten. Maar we zijn er nog niet. Want we zijn ook kritisch op wat er ligt. Dat begint ermee dat ik nog steeds zie dat er geld uitgetrokken is om uit te geven aan technische innovaties. En innovatie klinkt altijd mooi. Wie wil dat nou niet? Je denkt allemaal gelijk aan nieuwe gadgets. Maar de afgelopen jaren hebben we gezien dat het niet werkt. Het werkt niet. En daarom heb ik de vraag de afgelopen, pak een beetje, 30 jaar,
Hoeveel subsidies zijn er naar technologische innovaties gegaan? Over hoeveel miljard spreken we dan? Wat is daar precies het effect op geweest als het gaat over het terugdringen van de CO2-uitstoot? En daarom zou ik willen zeggen, geen uitbreiding van het budget voor technologische innovaties, maar schrap het maar. Als ik nu zie dat het budget voor die technologie ongeveer even groot is als het budget wat er is om boeren te laten omschakelen, stop het geld daarin. Zorg ervoor dat er een duurzaam bedrijf mogelijk is. En dan de industrie en het vliegverkeer. Het is inderdaad een grote fout dat het er niet bij zit. Kijk ook naar de coalitie. Hoeveel weken hebben jullie meegesproken over die brief? Als je dit echt belangrijk hadden gevonden, had je dit ook nog daar kunnen inbrengen. We kunnen vandaag besluiten om Lelystad niet open te laten gaan. Het is een belangrijk signaal aan boeren om te laten zien, we hebben jullie gehoord, je hebt gelijk. Het is niet alleen een probleem van de agrarische sector, ook van Lelystad. En we kunnen de minister aanmoedigen om snel stappen te zetten op de industrie. Niet volgend jaar juli, maar gewoon dit najaar. En tot slot, we moeten er ook voor zorgen dat we bedrijven die verantwoordelijk zijn voor deze verschrikkelijke industrie die is ontstaan, de Rabobank, ik noemde de achterliggende industrie, dat die gaan meebetalen. Dat er een vorm van bail-in komt. En tot slot, echt de allerlaatste opmerking voor de minister van Landbouw. Ik ben iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk. Het zijn 50 pagina's die ik heb moeten doornemen. En ik snap nog steeds niet wat nu het perspectief voor boeren is. En op welke wijze, als je echt wil omschakelen, wat zij kunnen doen. Ik heb boeren gesproken die bezig zijn met natuurinclusieve landbouw. En die zeggen, maar ik heb het door zitten akkeren. We zijn op de goede weg. Wat betekent dit voor mij? En dat betekent echt aan de bak. Niet pas in juli, maar zo snel mogelijk.